Nou kijk, en zo vouw je dus heel gemakkelijk je kleding op. Je moet dus. Nou, dat gaat lekker. Je moet dus je kleding uit. Nee. Oh. Je moet dus je kleding neerleggen. En dan maak je dus een rolletje van. Ja, dat past bij de drita. Oké, nog een keer. Zo vouw je dus gemakkelijk. Zo. Nee. Fuck! Zo kan je dus het beste je kleding opvouwen. Nee. We lopen hier zo nu in de Botanical Garden in Sri Lanka Kandy. Dat is ontstaan en gemaakt in 1750. En er staan hier meer dan 4000 verschillende bomen, planten, grassoorten, bamboebomen. Heel leuk. Het lijkt nog dat hier ook nog van die vleerhonden leven. Nee, we hebben ze zelf nog niet echt gespot. We hebben gezocht naar de vleerhonden. Ik weet niet of je het kan zien, maar daar op de achtergrond in de bomen niet dat je het kan zien. Daar hangen ze allemaal. En zo hier dan vliegt er één. Ze zijn echt gigantisch. Ik weet niet of jullie het nu zagen. Milano is het ook tegelijkertijd aan het fotograferen. Het is echt zo vet. Die beesten zijn zo groot. Ze hangen alleen wel heel hoog. Dus als ik ze weet te filmen, dan ga ik mijn best doen. Oh my god. Oh my god, dat is zo mooi. Het is alweer 4:55 en onze tuk-tuk die staat klaar om 4:30. Wij gaan zo meteen naar Kandy Lake Club. Het zijn culturele dansen en vuurshows. Daar zijn we eindelijk bij de Kandy Lake Club. Zometeen is er een dansvoorstelling. Hallo, welkom. Hier achter mij, de zaal en het podium. This is welcome. Thank you. Ik ben echt benieuwd. Dus nu naar een traditionele dansvoorstelling kijken. Volgens mij gaat het zo beginnen. Ik ga beginnen op het open. Zo, zonnetje schijnt lekker. Echt heerlijk weer. We gaan zo meteen lekker ontbijten. Nou, het ontbijtje is er. Lekker fruitig. Tim, 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 tim,
Deze, die heeft de Lano één keer gehad in Ella. En die was niet zo heel erg lekker. Nee, de mango hier smaakt niet zo heel erg lekker. Het smaakt heel bitter. Het is niet zo lekker. En nou krijgen we dus elke krijgen we elke ochtend deze. Maar we kunnen niks anders bestellen. We krijgen het gewoon super lief natuurlijk. Ja. Maar ja, we gaan het gewoon opeten natuurlijk. Drinken. Zo, we gaan lekker eten. Zoals we net al zeiden, vinden we deze niet zo heel lekker. Maar ik ga hem gewoon atten. Ik denk dat ik hem gewoon in één keer weer moet gooien. Daar ben ik ook gelijk van. Let's go. Ik durf niet. Oh, dit is zo vies. Ga sneller. Ik ga dus niet mijn mandjes op drinken. Ga hem lekker staan. Tot ziens. Iedereen komt op je af, mensen die lopen met je mee, trekken aan je. Wil je dit kopen, wil je dat kopen, wil je zus kopen? Ah, echt gek huis. We zijn nu onderweg naar de 33, als het goed is. Ik weet niet of we ons meneer het heeft gegeven. Maar we hebben dus onze was afgegeven bij het hotel. Het wordt gewassen, dus we hebben geen lange broeken meer. Nee, dus we hebben net niks. Zo'n sarong gekomen. Okay. Deze. En dit one. En deze. Is dit one? Nice one, right? No. It's a nice color. Nice color. Me do the black sucker. Ah. You know black sucker? No. I just said yes, but I don't know. We zijn dus bij een van onze tempels. Achter mij zie je allemaal van die kinderen. Die hebben een soort van schoolreisje. Kijken. Kijk, als we dan hier ingaan. Zo heb je vier ingangen waar Boeddha in te zien is. We zijn nu bij de Kalma Dua tempel. Het is echt de moeite waard om hierheen te gaan. Hier naar binnen. De man heeft speciaal voor ons de deur open gedaan. Hier binnen. We mogen nu een kijkje nemen in de stopa. Newly constructed. Wow. Beautiful. Can we go inside? Okay. Dit is de grote Boeddha op de berg. Het heeft natuurlijk ook nog een andere naam, hè, maar die weet ik niet. Hier achter mij hebben we dan ook het uitzicht op Candy. Moe even de bol. Boe hier. Loop zo de plant in. Lekker bezig. Nee, dat is niet serieus business dit. We lopen hier lekker langs het Leekmeer. We gingen even eten. En was allemaal duurde lang, jongens. Oh, mijn god. Het duurde echt heel lang. De Lama heeft zo'n goed richtingsgevoel, dus dat niet te geloven. Serieus, ik zou kats de andere kant op lopen, maar deze man die vindt gewoon hier in Sri Lanka de weg naar het souvenirswinkeltje. Wat ik had gezien wat ik zo leuk vind. Ja, gewoon goed opletten in het verkeer. Nee, hij is gewoon echt superheld. He knows the way.
say it to you. Do you know where it is? Krik krik. Krik krik. Anders. Het is echt al super laat. En morgenochtend moeten we om 6:15 opstaan. We gaan heel erg vroeg door naar Rambula. En onze tuk-tuk staat klaar 7:45 en we ontbijten 7:30. Oeh, voor de camera, sorry. We zijn vanavond lekker uit eten geweest. Weer in Candy. En heel gezellig. Maar nu gaan we slapen. Het is echt al super laat. Daarna wil ik nog even wat rust zeggen. Slaap lekker! Nee? Ja, normaal. Oké, deze is speciaal voor... Ja, ik moet het... Deze is speciaal voor Petra en al mijn leerlingen van Lucia. Je ziet het nu niet, hè? Deze is speciaal voor Petra. Nog een keer? Ja. We gaan toch alles door elkaar knappen? Oké, maar... Mango, 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 meloenen, mango, mango, mango. Mango, 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 meloenen, mango, mango, mango. Banana, banana, banana. Oh, iemand kijkt.